En alhoewel er juridische bepalingen zijn met betrekking tot de periode van een regering, die allemaal vastgelegd zijn in wetten, hebben we overleg gehad met de regering, ook met de president. En uit alles blijkt dat ook de regering bereid is het bestuur eerder over te dragen aan de nieuwe coalitie. We zijn constant in overleg gezien de financiële situatie van het land. We hebben ook gesproken over een smoothly overgang, zonder problemen. We hebben ook gesproken om ook eerder dan 12 augustus overdracht plaats te vinden. Over de overname van de regering. Uit kringen van het kabinet van de president hoor ik de datum van 15 juli noemen. Is dat de datum waarop gemikt wordt? Is het haalbaar? Ik wil me niet pinpointen over het is die dag, maar ik wil wel zeggen, het wordt midden juli. Wat die understanding tot nog toe is met de regering. Midden juli. Of datum met min een dag is, plus een dag is, daar wil ik me niet pinpointen, omdat het ook afhankelijk is van het juridisch traject dat wij in het parlement moeten afleggen vanaf maandag. De termijn van de huidige president eindigt op 12 augustus. Kan deze zomaar worden ingekort? Dat is bij het overleg ook besproken. Namelijk dat sommige juristen zeiden, ja, de regering en de president wordt gekozen voor 5 jaar. Dus dat zou dan moeten zijn 12 augustus. En dat je dan die datum zou moeten aanhouden. Maar er is een andere bepaling die ook zegt, namelijk dat de president in functie blijft totdat een andere president in functie is. En dat kan ervoor zijn en dat kan erna zijn. Dus deze dingen los je niet juridisch op. Deze dingen los je op met goed overleg. En dat is op basis van goed overleg beslis dat het eerder zal zijn. En ik heb net aangegeven, medio juli. Minister Stokkie, kunt u uitleggen, toelichten waarom u een maand eerder gaat beginnen en ook waarom de zittende president, meneer Bouts, daaraan heeft mee willen werken? Is het vanwege de grote omvang van de problemen dat ze het niet meer zien zitten? Waarom eerder? Ik denk dat dit het resultaat is van die good understanding. Dat het land is, ja mensen, ik ga het blijven herhalen. Het land is een heel ernstige crisis. Echt waar, het is een heel ernstige crisis. En we hebben nog niet alles gezien. Maar met die hearings hebben we inderdaad wat indicaties gekregen dat het heel, heel ernstig is. We hebben al 2 brieven van oliemaatschappij al gehad. Waar er zware betalingen moeten plaatsvinden. En als die betalingen niet gaan plaatsvinden, geven ze ook aan dat die continuïteit van olieleverancier in gedrang kan komen. Dus ik denk dat er een zaak speelt nu, mevrouw Brinkman. Is namelijk dat de regering nu in een soort vacuüm terechtgekomen is om zwaarwichtige beslissingen te nemen. En dat in feite ook de buitenwacht in feite niet weet of deze regering het zal kunnen doen. En waardoor iedereen naar ons kijkt, die brieven komen nu bij ons hier. Ik denk dat het nu is, een soort vacuüm waarbij de regering ook in zit. Hey, je kan het niet in zo'n situatie laten, liever eerder. En wij zeggen, als wij die verantwoordelijkheid van jullie willen overnemen, geef me die verantwoordelijkheid niet eind juli. Geef me begin juli. Maar goed, dan heb je weer de juridische tijdlijn die door onze juristen uitgewerkt worden. Dan kom je inderdaad daar midden juli ongeveer.